Mannelijke zwemtoppers als Johan Kenkhuis, Joris Keijzer en Job Kienhuis hebben het zwemmen geleerd in Denenkamp. Maar nu de baden waar zij hebben leren zwemmen worden gesloten, is het nog maar de vraag of Overijssel weer vertegenwoordigd zal zijn met nieuwe zwemtoppers op grote toernooien. Als er minder badwater voorhanden is, dan betekent dat minder trainingsuren en dat betekent minder ontwikkeling van jonge zwemmers. En dat is heel zonde, want Twente heeft een enorme reputatie in het ontwikkelen enorm. van talent. En dat blijft maar doorgaan. En dat komt nu wel in gevaar. Ja. En het is ook niet alleen het wedstrijdzwemmen. Zwemmen is natuurlijk veel meer dan alleen binnen het club gebeuren. Het is ook gewoon een sociale sportactiviteit. Sterker, het begint natuurlijk bij het recreatiezwemmen ook. Precies, bij het diploma zwemmen, bij schoolzwemmen. Wat natuurlijk al langzaamaan verdwijnt steeds meer in de gemeente. Vanwege de bezuinigingen. Maar ook, wat veel mensen niet weten, is dat zwemmen na fitness de grootste sportactiviteit is in Nederland. Nog voor hardlopen en fietsen zelfs. Ja. En ja, alleen bij het zwemmen heb je het probleem, je hebt echt een zwembad nodig. Hè? Je kan niet zomaar, niet iedereen heeft in de achtertuin een overdekt zwembad staan. Nee. En daarvoor ben je aangewezen op de gemeente. En als die bepalen dat iets gaat sluiten, ja, dan heb je het nakijken, dan heb je geen alternatief. Brons op de 50 vrij, Marleen Veldhuis! Investeren in een heel goed nieuw zwembad is niet alleen goed voor de ouderen die baantjes zwemmen, voor de talenten van de zwemclub, maar, en dat is voor mij zeker niet onbelangrijk, ook voor de kleine babytjes en kindjes, waarvan het gewoon heel erg belangrijk is dat zij genoeg faciliteiten hebben. Representing the Netherlands, Job Kienhuis. Ik ben 23 jaar oud en afgelopen zomer heb ik deelgenomen aan de Olympische Spelen in Londen. Hier heb ik een mooie 11e plek weten te behalen. Dit avontuur is allemaal begonnen in Twente bij de Dinkel. De Dinkel heeft mij opgeleid tot een nationale topper eigenlijk. Want het werkt zo bij het zwemmen. Je begint bij de club waar je bij begint. En hier in het oosten van het land, als je verder wil in het zwemmen, dan gaat iedereen eigenlijk richting de Dinkel. En bij de Dinkel heb je gewoon goede trainers en daar heb je een goede structuur om je tot een regionale, tot zelfs een nationale toppen te brengen. Maar als je verder wil in een zwemsport, dan heb je andere faciliteiten nodig. En de belangrijkste faciliteit die hier in Twente niet is, is een 50 meter bad. Binnen de verenigingen, binnen het zwembad zelf, worden allerlei mensen maken zich of zetten zich in voor alternatieven. Die denken na, die gaan in gesprek met professionele partijen zoals de KNZB, architectenbureaus om concept zwembaden, die ook uiteindelijk veel duurzamer zijn dan wat er nu allemaal staat. Die zijn al 2,5 jaar bezig om een alternatief, wat ook gunstig is voor de gemeente, te presenteren. En de gemeente wil het gewoon niet horen. Deze tijd is bezuinigen nodig, maar in dit geval is goedkoop toch duurkoop. Want de komende jaren gaat dat toch heel veel geld schelen, dit nieuwe bad. Daarbij komt dat bewegen is gewoon heel erg belangrijk voor kleine kinderen, maar ook voor oudere mensen en voor iedereen. Omdat het er ook voor zorgt dat je gezonder blijft en minder ziek bent en dus minder kost. Er is een hele fanatieke groep die al 2,5 jaar lobbyt voor dit plan. En ik denk dat ze gewoon geen andere keuze hebben, de gemeente, dan nu echt te gaan luisteren naar de mensen die er daadwerkelijk verstand van hebben. Want Henny ook al zegt, de plannen worden altijd gemaakt in het gemeentehuis door mensen die wel of geen verstand hebben van zwemmen of affiniteiten mee hebben. Ze kijken gewoon puur naar een begroting en dan gaan ze kijken, oké, dit moet eraf. En dan gaan we dat zwembadje er neerzetten, maar ze luisteren niet naar de gebruikers ervan, de experts erin. En dat is keer op keer de fout die ze maken. En nu hebben ze nog de kans om die fout niet te maken, maar dan moeten ze wel gaan luisteren naar de mensen die al 2,5 jaar een heel goed plan hebben liggen. Mijn advies, neem een ambitieus besluit, want dit is ook een mogelijkheid voor een regio om zich te onderscheiden en om Denenkamp of om Dinkeland op de kaart te zetten. En zoveel mogelijkheden zijn daarvoor niet, denk ik. Het is nu 2012 en die biedt zich nu een kans voor om hier in Denenkamp een mooie 50 meter baan neer te zetten. Er gaat heel veel talent hier uit de regio verloren. Of ze durven de stap niet te maken naar de grote stad toe. En als je de talenten in Nederland optimaal wil benutten, moet je ook in een regio als een Twente, dus hier in Denenkamp zou dat prima kunnen, een 50 meter baan neerzetten om ook dus de talenten hier in de regio een kans te geven, maar ook de mensen die niet naar de grote stad willen.
hier naartoe te halen om hier een kans te geven om te trainen en te studeren. De KNSB wil je heel graag een talentcentrum hebben. Dus ja, je hebt nu de kans. Die kans krijg je maar één keer. Dus als je het doet, doe het dan goed en bouw hier een 50 meter bad. Als hier een 50 meter bad was geweest, was ik in 2007 nooit naar Eindhoven gegaan en had ik hier mijn zuurstoftent opgezet.